Ja, we zitten midden in de Tokyo Week. Nee, we zitten helemaal niet midden in de Tokyo Week. We zitten aan het begin van de Tokyo Week. Als je af en toe ping hoort, dan is dat mijn app. Want ik zit in de Tokyo groepsapp als enige van de crew hier. Het is hier lekker rustig natuurlijk. En op dit moment zijn ze Boris uit het bed aan het appen. Dat is grappig. Ze gaan dus niet met elkaar in het appartement ontbijten, heb ik het idee. Maar ze gaan gewoon naar buiten toe. Waarschijnlijk zijn er allemaal eetentjes. En dan is het mee, hey Boris, waar ben je nou? Ja, ik kom eraan, ik kom eraan. Nee, het duurt te lang. Dus elke ochtend. Hartstikke leuk. Daan is gisteren weer om 5:30 gaan slapen. Hier, ting, daar gaat hij inderdaad. Oké, okay, Boris heeft nu een foto van hier ben ik. Dus hij zit waarschijnlijk in een ander koffietentje. Dat is gewoon hartstikke grappig. Het eerste item staat online gisteravond. En wordt ongelooflijk tof weer ontvangen. Dus ik zou zeggen, wil je meegenieten van hun avonturen? En we gaan echt een aantal toffe dingen doen. Steun ons, support ons, neem het premium lidmaatschap en je kan 8 prachtige items verwachten over Tokyo. De Tokyo roadtrip met aan het eind natuurlijk zaterdag en zondag de Tokyo Game Show. Ik ben op dit moment druk bezig om te kijken welke games en wat we daar allemaal kunnen doen. Is vaak wel wat lastig, een heleboel games ken ik niet. Sommige sites, kijk, het gaat ook non-stop achter elkaar door. Zijn ze echt ruzie met elkaar aan het maken. We hebben 2 volle dagen om daar gewoon die beursvloer af te grazen. Dus dan gaan we echt wel een aantal leuke dingen doen. Dat is Tokyo. Wij zitten hier natuurlijk ook om andere dingen te doen. Want het gameleven gaat volledig door. En we zitten ook in de maand... De maanden dat de meeste games uitkomen. Dus dat moet gewoon doorgaan. Dus we gaan ook een hoop games doen. Omdat het een beetje die Tokyo Week is, wilden we ook gewoon een groot aantal Japanse games doen. En een aantal Japanse specials. Houdt het een beetje leuk. Dat betekent dat we deze week gaan doen aan reviews van Japanse games. Dragon Quest. Heel veel mensen hebben daarom gevraagd. Naruto to Boruto. We gaan Valkyria Chronicles doen en we gaan Immortal Unchained doen. Immortal Unchained is dan niet Japans, maar het is wel een Souls-like, een Bloodborne Dark Souls rip-off. Ook een beetje Japans en ik ben er goed gek van geworden. Maar wat gaan we nog meer doen? We hebben een Indie Kings over Japanse indie games. We hebben een discussie over de beste Japanse games ooit gemaakt. Dat is altijd leuk. En we hebben Kevin en Emiel gaan zich verdiepen in het werk van Suda51. Deze man is heel veel aangevraagd vanuit de community in deze Japanweek. Is hij er? Gaat hij nog games maken? Het is een hele bijzondere game developer met een hele eigen stijl. En Kevin en Emiel gaan aantonen wat zijn stijl is en hoe je dat kan, hoe dat kenmerkende aan de hand van zijn games. Dus dat is in ieder geval heel tof. Wat gaan we nog meer doen? Ik ga een review opnemen in mijn eentje van NBA 2K19. Ik ben de enige die basketball games speelt hier. En ik kan je verklappen, het wordt een hele aparte review weer. Want er is wel het een en ander aan de hand. En daarnaast hebben we, en dat betekent dat mijn sociale leven eigenlijk naar de klote is, FIFA 19 heb ik dit weekend binnengekregen. Of althans, dat vrijdag kreeg ik de code. Dus daar ben ik ook mee begonnen. Alhoewel het moeilijk checken is, omdat je kan wel online, maar er is natuurlijk niemand online behalve dan een hoop journalisten. En online is wel heel belangrijk. Maar goed, ik ben met FUT begonnen voor het eerst in mijn leven. FIFA 19 aan het spelen. En ga er maar vanuit dat deze week, aan het eind van deze week, ook de FIFA 19 review online staat. En geheid dat ik er later nog wel eens een keer terug op kom op het online gedeelte. Maar dat hebben we ook. We hebben natuurlijk gewoon onze normale items. We hebben ook in ieder geval 1 en misschien wel 2 first look journaals. In ieder geval een first look journaal en nog een apart item over de Battlegrounds op First Look Festival. Je ziet gewoon, de trend is dat steeds meer mensen ook weer leuk vinden om tegen elkaar te spelen. Offline, dus niet online. Online, dat doet iedereen al, dat is fantastisch. Maar je ziet nu ook met de opkomst van gamecafés, de kleine LAN zijn weer populairder geworden. Mensen vinden het ook leuk om met elkaar, gewoon face-to-face, naast elkaar, tegen elkaar te gamen. Nou, dat gaan we op First Look Festival
gigantisch faciliteren. We hebben meerdere grote battlegrounds. Als je een keer op Battlecom bent geweest, dan weet je wat dat inhoudt. Want je speelt niet alleen tegen elkaar, je speelt ook constant om prijzen. Kleine prijzen, het zijn korte competitietjes. Gewoon één potje, misschien twee potjes of drie potjes maximaal. Binnen een half uur heb je een prijs of je hebt niks. En je kan gewoon de hele dag meedoen, je hoeft je niet van tevoren in te schrijven. Alle populaire games zitten erbij. PC, console, we gaan het allemaal doen. En we hebben zelfs één hele unieke methode om dat te doen. Maar dat gaan we dus ook bekendmaken. En dan zie je wel, of ervaar je wel, of hoor je wel nu, dat het gewoon weer een hele volle week gaat zijn. Vol met gewone items hier vanuit de studio. Plus nog eens een keer elke dag dat Tokyo-item. En de mannen gaan ook nog eens een keer IRL regelmatig. Dat zal in de avonduren zijn. Ik denk vanaf een uur of 8:30. Als je lid bent van de Twitch van GameKings, dan krijg je daar een melding van. En de vrijdagstream gaat ook vanuit Tokyo komen. Dat is na afloop van de eerste dag Tokyo Game Show. Dus dat wordt ook een hele speciale. En ik wil nog even dan zeggen, ben je nog geen lid van Instagram? Van onze Instagram van GameKings? Word dat dan even, want we gaan ook dagelijks een aantal leuke foto's vanuit Tokio posten. En ja, je weet het, Boris kan mooie foto's maken. Dus die zie je dan op onze Instagram-account.